Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door OCZ, MSI en Asus. In deze aflevering van Hardware Info TV, het eminent EM8610 alarmsysteem. Welkom bij Hardware Info TV. Het Nederlandse merk Eminent begon met PC-accessoires, schoof langzaam op naar home automation producten en komt nu ook met een alarmsysteem voor het huis op de markt. Het is de EM8610. En waarom wij aandacht aan besteden is dat het, ja, Eminent is natuurlijk oorspronkelijk een PC-fabrikant van PC-accessoires en zorgt er ook voor dat het alarmsysteem toch op zijn minst met nieuwe technologieën als smartphone samenwerkt. Ja, en dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk, want je ziet toch een beetje dat die verschillende werelden die je hebt in en om je huis, dat die steeds dichterbij komen. En dat het allemaal een beetje te maken heeft met smartphones of met internet en dat al die toepassingen, ja, dat eigenlijk steeds makkelijker met elkaar gekoppeld kan worden. Ja. En daar is dit ook wel een heel grappig voorbeeld van. Ja, want vroeger was een alarmsysteem, dat was iets waar je in een duur installatiebureau voor langs moest komen met allemaal ingewikkelde apparaten waar je zelf echt eigenlijk niks mee kon doen. Ja, en inmiddels is dit schroef het zelf aan de muur. Ja, of plak het zelf aan de muur. Er zitten hier allemaal handige tooltjes bij om het op een hele makkelijke manier te installeren. Ja. Het is natuurlijk niet een super high-end systeem. Dit zou zeggen, het setje wat je hier voor je ziet, uiteraard zonder de telefoon, kost €249. Kan je allemaal uitbreiden. Maar dit is een heel leuk beginnersetje. En als je zegt van, nou goed, ik zoek een eenvoudig alarmsysteem, en dan is dit best grappig. Nou, wat de truc een beetje van dit systeem is, dat is dit centrale controlepaneel. Nou, dat ziet er eigenlijk uit als, ja, bijna ieder alarmsysteem. Ja. Maar als je aan de achterkant kijkt, dan zie je eigenlijk dat het wel wat bijzonder is. Nou, er zitten sowieso twee accu's in, dus als de stroomvoorziening wordt onderbroken, blijft die gewoon doorwerken. Maar je ziet hier ook, er zit hier een simkaartje in. Maar dat betekent dus ook dat als oom crimineel er inderdaad voor zorgt dat de Alex-schakelaar wordt uitgezet, dat dit kastje dit op zich nog blijft doen? Ja, nou, er zit hier dus een simkaartje in. Het is wel een volledige simkaart. Hoewel de handleiding dat niet zegt, staat het wel op de helppagina's, moet je er even voor zorgen dat er geen pincode op de simkaart zit. Hm. En vervolgens kan je dit ding dus eigenlijk koppelen aan je smartphone. Nou, gaat dat niet via wifi of het internet, maar ze gebruiken daarvoor sms-codes. Dus de facto betekent dat, als er wordt ingebroken of wat dan ook aan de hand is, stuurt dit apparaat door de prepaid simkaart die erin zit, een sms'je naar je smartphone en eigenlijk naar de app die daar dan mee in zit. Ja, nou ja, goed, je krijgt sowieso een sms'je zoals je dat hier ziet. Nou ja, bijvoorbeeld hier, ik had hem eventjes losgekoppeld om hem hier in de studio te plaatsen. En dan zegt hij keurig netjes, hey, het bedieningspaneel, daar is even een storing met de stroomvoorziening. Ja. En je ziet dat hij hier ook weer hersteld wordt. Nou, je ziet op het moment dat er een alarm komt. En ja. je kan vervolgens via de app, Kan je het systeem bedienen. Je kan het inschakelen, uitschakelen. En wat ook wel heel erg handig is, is dat je er ook een geluidsverbinding mee kunt maken. Dus je kan verbinding maken met het systeem. Hij belt je dan terug. En dan kan je bijvoorbeeld meeluisteren of je kan tegen de bezoeker in je pand praten. Dus er zit hier dan wat dat betreft een microfoon en een speaker in? Eigenlijk zit hier gewoon een eenvoudige smartphone in. Ja. Nou, eigenlijk vind ik ook het voordeel doordat ze gebruik maken van sms'jes, dat je eigenlijk geen duur abonnement voor het ding nodig hebt. Je kan inderdaad met een prepaid kaartje of je zou kunnen kiezen voor een goedkoop abonnement. Want je hebt tegenwoordig natuurlijk van die hele goedkope spraakabonnementjes met wat sms'jes erbij. Nou ja, ja, daar kan je hier natuurlijk prima mee uit de voeten. Nou, en daarnaast zitten er dus ook in dat setje dus ook behoorlijk wat accessoires. Ja, want er zijn sowieso de nodige sensors. Ik zie hier bewegingssensor die je kunt ophangen, uiteraard draadloos, want het is niet heel handig om voor dit soort dingen draden te gaan trekken. Rijkwijde in het ideale geval is zo'n 80 meter. Ja, nou, dat is voor de meeste huizen in Nederland zou dat in ieder geval voldoende moeten zijn. Deur- en raamsensor, zodat de deur open gaat, dat dat meteen duidelijk is. Ja, hier de twee afstandsbedieningen, die zitten er ook meteen bij. Nou, die lijken er een beetje op die afstandsbediening die je ook bij een auto krijgt. Werkt ongeveer ook op dezelfde manier. Ja. En er zitten ook twee RFID-tags bij, waarbij je dus zo langs het apparaat kunt gaan en bijvoorbeeld het systeem kunt uitschakelen of kunt aangeven dat je er bent. Nou, vroeger was het altijd, je komt binnen, je moet zo'n code invoeren. Maar als je dit ding aan je sleutelbos hebt hangen, is het letterlijk nog even een kwestie van
ervoor houden en hij weet, ik ben weer in huis of ik ga juist weg. En codes invoeren kan ook nog, als je dat heel erg graag zou willen. Ja, ik mis in de set eigenlijk nog één ding. Dat is natuurlijk een loeiharde sirene voor als er daadwerkelijk ingebroken wordt. Want als je zelf natuurlijk in Frankrijk op vakantie bent, dan is het leuk dat je een sms'je krijgt, maar dan heb je niet zoveel aan. Nou, je wilt natuurlijk wel dat die lui worden weggejaagd. Je kan de set heel uitbreiden. Ze hebben allemaal uitbreidingsproducten. Kijk, dit is de startset eigenlijk. Daar zitten de meest essentiële dingen in. Maar je kan het ook nog uitbreiden inderdaad met een alarm. Je hebt ook bijvoorbeeld een buitensensor. Je hebt extra van dit soort contactjes die je erbij kunt krijgen. Ze hebben echt heel veel verschillende extra opties voor dit setje. Ja, en je zei het al, eigenlijk is het grote voordeel, buiten het feit dat het goed samenwerkt met een smartphone en dat je dus het eigenlijk via je telefoon makkelijk kunt bedienen, is eigenlijk voornamelijk nog de prijs. Want dit moet concurreren met die hele dure systemen die door die installatiebureaus worden aangelegd. Ja. En zeker als je er geen abonnement voor hoeft te nemen, is het natuurlijk helemaal voordelig. Ja, het kost zo'n €250. Kijk, ik moet wel zeggen, kijk, dit is geen high-end alarmsysteem. Als je echt hele hoge wensen hebt, je wil bijvoorbeeld ook kunnen koppelen met je home automation systeem, of je wil dit en dat, zus en zo. Kijk, ik zou dit niet voor, als je nou een enorm duur huis met allemaal dure spullen hebt, dan weet ik niet of ik dit de allerbeste oplossing zou vinden. Maar je zegt, ik wil een eenvoudig alarmsysteem met dit soort functionaliteit. Nou, dan vind ik het een hele leuke start. Goed, mooi werk dus van Eminent en daarmee beëindigen wij deze aflevering van Hardinfo TV. We zijn op iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Nee, want dat is eigenlijk ook wel grappig, want hij is Haswell gebaseerd. Bij Haswell hebben we natuurlijk al vaker gehad over dat Intel's nieuwe generatie juist is geoptimaliseerd voor zaken als ultrabooks, voor zaken als het omlaag brengen van het idle stroomverbruik, dat soort zaken. Maar in een machine als dit gaat het natuurlijk niet over batterijwerktijd, maar gaat het primair over power.